ontdekte Radar een grootscheepse advertentiezwendel op internet. Radar besteedde al eerder aandacht aan loesje bedrijven die advertenties verkopen voor bladen die helemaal niet bestaan. Zoals ook de Telegraaf afgelopen zaterdag beschreef. De malafide handel gaat maar door en door. En nu hebben ze ook de nieuwe media ontdekt. Radar duikt in het web van grove misleiding op het internet. Ik wou dat ik hem in mijn hand had. Een klap op zijn kant schrijven, zeg maar. Dit zijn regelrechte boeven. Het gaat om internetpagina's met de namen internetgemeentegids of internetstadsgids. De illusie wordt gewekt dat gemeentes deze pagina's beheren. Ondernemers worden door advertentiebureaus benaderd om op deze elektronische gemeentegids te adverteren. Nou, ze hebben mij gevraagd te adverteren en het zou dan voor een maand zijn. En ik dacht van nou, voor een maand kan ik dat eens een keer proberen op internet, hè? Je wilt met de tijd mee. Ook Tattoo Shop Almere werd benaderd om te adverteren op internet. Dus ik denk, nou, voor 250 gulden laat dat maar gewoon doorgaan voor die reclame. Dat vond ik normaal gewoon natuurlijk. Beide verkeren in de veronderstelling getekend te hebben voor één maand en voor een bedrag rond de 300 gulden. Groot is dan ook de verbazing wanneer de rekeningen binnenkomen. Ik had een maand willen adverteren voor 299 gulden. En ik kreeg een rekening uiteindelijk voor een heel jaar, voor bijna 4000 gulden. Ik heb getekend natuurlijk, dus ik denk ook, oké, dat is wel goed met die, laat ze maar lekker betalen, maar ja, dat ben ik helemaal niet van plan. En dan krijg je voor maar liefst 4000 gulden, niet meer dan vermelding van adres en telefoonnummer. De heer Ruiter is verbijsterd. Dan ga je informeren of zo'n bedrijf wel solide is. En dan blijkt dus dat ze al bekend zijn bij de Kamer van Koophandel. En dat het een loesje bedrijf is, wordt dan gezegd door juristen. En dan hoor je ook uitspraken als van dat het maffia is. En dan schrik je wel. Loesje bedrijven, maffia, de adverteerders voelen zich misleid. En dat is merkwaardig, want het gaat om gemeentegidsen, waarbij veel gemeentes met de initiatiefnemers samenwerken. Zelfs grote bedrijven als Shell zijn voor dit nieuwe medium bezweken. Tijd voor een onderzoek. Wij kennen deze internetpagina. En wij kunnen u bevestigen dat ons niets bekend is van een door Shell Nederland verkoopmaatschappij verleende toestemming voor het gebruik van het logo. En ik kan u ook zeggen dat wij op geen enkele wijze betrokken zijn of willen zijn bij deze internetpagina. Als mensen dus net doen alsof ze in samenwerking met de gemeente een gids uitgeven, of dat nu in papieren vorm is of digitaal via internet, Dan is dat in strijd met wat is afgesproken en dan is het in ieder geval zonder toestemming van de gemeente. Een gemeentegids zonder toestemming van de gemeente geproduceerd door website Service BV. Nu komen we op bekend terrein. Radar zond al eerder een reportage uit waaruit bleek dat ondernemers voor zeer grote bedrijven adverteerden in gemeentegidsen die niet bestonden. Tientallen bedrijven werden toen fors opgelicht. En als bedrijf zijn wil je toch een goede naam houden en betaal je de eerste rekeningen. Maar ja, dan komen ook de grote klappers en dan ga je het optellen en dan is het ongelooflijk gewoon. Het bedrag is nu opgelopen tussen de 15.000 en 20.000 gulden. Website Service bedient zich van een telefoonadres in Amsterdam. Officieel een kantoor. Hier zijn ze inmiddels niet meer welkom. Dat ze nogal agressief overkwamen, ook naar ons toe. En de mensen die zij ons nummer al hadden gegeven, reageerden ook niet echt prettig richting de telefonistes die de dienst uitvoerden. Dat was ook een aanleiding van ons om per direct de overeenkomst te beëindigen. Wij begrijpen dat zij dus nog steeds bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, maar niet met onze toestemming. Wie is de grote man van Website Service? We komen achter een tweede vestigingsadres. Inderdaad staat op de deur de naam van het bedrijf. Volgens een woordvoerder is dit het hoofdkantoor. Waar zit het hoofdkantoor van Website? In Amsterdam. Dat wordt hoofdzakelijk administratieve werkzaamheden verricht. Het hoofdkantoor is helemaal leeg.
Websiteservice verkoopt de advertentieruimte via een net van kleine verkoopbureaus die door heel het land gevestigd zijn. We bellen enkele van deze bureaus om te weten te komen wie deze handel organiseert. Ja, met die heb ik niet gesproken dan? Braham. En wat is uw naam? Braham. Braham? Ja. Oké. Ja? Die spreek ik dan met... Die spreek ik dan met Danny. Met Danny? Braham. Het merendeel van de broodjes leidt naar dezelfde persoon, Danny Braham. En dan rinkelt er een belletje, want Braham werkte in het verleden voor Johan Stuut. En tegen Stuut loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek naar malafide advertentiehandel. Braham blijkt de grote man achter websiteservice, terwijl Stuut op de achtergrond blijft, maar wel aandelen heeft. We bellen nog maar eens naar Stuut. Stuut. De heer Stuut is niet aanwezig. Kan ik een boodschap doorgeven? Nou, ik had hem graag zelf even willen spreken. Of is Braham er? De heer Braham. Ja? Jouw rest een momentje. Ja hoor. Het nummer van de heer Stuut blijkt nu één van de discutabele advertentiebureaus. Niet Stuut, maar dezelfde heer Braham zwaait hier de scepter. Gevestigd in het pand, wat notabene ook het privéadres van de heer Stuut is. Tijd voor een bezoek. Goedendag. Inderdaad treffen we Danny Braham aan, maar die weigert helaas ieder commentaar. Een adviseur van het bedrijf verklaart dat er niets aan de hand is. Er wordt al enige tijd geen zaken meer gedaan. Er zijn geen nieuwe contracten afgesloten in de laatste jaar. En laten wij nou een offerte hebben van 15 december 1997. Hoezo een jaar geen activiteiten meer?